Woensdagochtend gebeurde er een verkeersongeval op een stationsweg tussen Heidse en Boxum. Een bestelbus wilde de weg oversteken richting de Schoorstraat, maar de bestuurder zag niet dat er nog een auto aankwam. In een personenauto die vanuit Heidse kwam aanrijden, zaten twee personen. De bestuurder van de auto kon niet meer op tijd remmen, waardoor de auto zich in de zijkant van de bus boorde. Beide wagens kwamen vervolgens neven de weg tot stilstand en daarbij raakte ook een kruis beschadigd. Ondanks de flinke klap zijn alle betrokkenen niet gewond geraakt. Ze zijn ter plaatse wel gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar na de medische behandeling ter plaatse kosten ze alle drie naar huis. Zowel de personenauto als de bestelbus zijn echter totaal los. Ook het wegkruis is beschadigd door de klap. Behalve het ambulancepersoneel is ook de brandweer nog kort ter plaatse geweest. Politieagenten assisteerden bij de afhandeling van het ongeval.